Het kabinet van de regering Santokki-Breunswijk zal aanstaande dinsdag worden gereshuffeld. Deze mededeling is gedaan tijdens de regeringspersconferentie gisteren. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gaf aan dat er genoeg is gesproken en het tijd is voor actie. Er is niks veranderd in dat opzicht. We hadden gezegd in april. April is nog niet over. Dus zeer binnenkort gaat u dus merken wanneer de reshuffling plaatsvindt. En dan praat ik over de reshuffling van ministers, hoor. Van het kabinet. Want sommige mensen zeggen, grappenderwijs, misschien moet er ook een reshuffling komen van de coalitie. Maar dat bedoelen we niet. Dus gaat u mij daarover in de komende 2 weken aanspreken. Het is een opmerking van iemand anders geweest. We zijn in een politieke arena, dus van alles is mogelijk. Maar in ieder geval, de reshuffling komt eraan, zoals president Santokki heeft aangegeven. Maar laat het duidelijk zijn, we hebben vanaf het begin, sinds vorig jaar gezegd, dat er geëvalueerd wordt. Er is geëvalueerd en daaruit komt een bepaalde actie. De president is nog steeds doende met ministers te praten over hun performance. En dat praat over alle ministers, niet van één politieke partij. Want de president is uiteindelijk degene die benoemt en ontslaat. Ramdien gaf verder aan dat er was afgesproken dat na een degelijke evaluatie de president eventueel zou reshuffelen, wat binnenkort zal gebeuren.